Dit jaar vieren wij dat wij 70 jaar geleden werden bevrijd van de Duitse en Japanse onderdrukking. Tegelijkertijd lijkt de wereld in brand te staan. Zijn oorlog en grootschalig geweld aan de orde van de dag. Vrijheid is nog steeds niet vanzelfsprekend. Daarom is het belangrijk vanavond hier te zijn, omdat onze generatie steeds minder verhalen te horen krijgt over de Tweede Wereldoorlog. Onze opa's en oma's zijn er straks niet meer. En het is daarom belangrijk om dit te blijven doen. Het is heel belangrijk om de verhalen van toen door te geven aan de generatie van nu. Ik heb de verhalen al van mijn ouders gehoord natuurlijk. En de bedoeling is toch dat ik die verhalen ook weer aan mijn kinderen doorgeef. Omdat het zo belangrijk is dat iedereen besef heeft van wat er gebeurd is en dat iedereen daar goed over na kan denken en in ieder geval dat we met z'n allen dan ook kunnen zeggen, jongens, dat nooit meer. Dus daarvoor vind ik het ontzettend belangrijk om de verhalen van toen ook naar de generatie die na ons komt te blijven vertellen. Laten we vandaag de waarde van vrijheid samen doorgeven. Wie de ogen sluit voor het verleden is blind voor de toekomst. Het is belangrijk dat we de verhalen horen, dat we de verhalen bewaren en dat we de verhalen doorgeven. Ik nodig u graag uit om te luisteren naar het oorlogsverhaal van de heer Wiel Tulmans, wat verteld wordt door Yvonne Tulmans. Mijn opa, Wiel Tulmans, werd in 1930 geboren op de Kaumushoek. Hij groeide daarop in een gezin van 6 kinderen. Op het einde van de oorlog zochten de nazi's mankracht. Dit omdat het front steeds meer eigen mannen vergde. Op 17 november 1944, één dag voor de bevrijding van Helden, werd Wiel Tulmans door terugtrekkende Duitse soldaten opgepakt. Samen met een schipper uit Beringen moesten ze op klompen naar Venlo lopen. Om middernacht werden ze met 40 personen in een veewagon gepropt en vertrokken ze richting Woepertaal. Mijn opa had al snel door dat dit niet de normale wereld was. Hij legde de indrukwekkende en huiverige gebeurtenissen rondom zijn leven vast op papier. Door zijn aantekeningen begrijpen wij nu waarom opa nu nog zo vaak door emoties wordt overmand. Het waren niet te beschrijven heftige donkere maanden. Het allerbelangrijkste vind ik dat dit absoluut niet vergeten mag worden. Het is verschrikkelijk wat er allemaal is gebeurd en het moet blijven bestaan, deze verhalen. Dat het mag gewoon niet vergeten worden. Na hevige bombardementen en een felle geweerstrijd werden wij eindelijk op maandag 16 april bevrijd. Omdat wij nog niet naar huis konden, bleven wij nog tot 7 mei in Woepertaal. De Amerikanen gaven ons goed te eten. Ik nam afscheid van de familie Schutte. Wat hebben ze toch veel voor mij betekend. Ook andere Duitse burgermensen hadden met ons meegeleefd. Met wat tussenverblijven kwamen we uiteindelijk op woensdag 9 mei aan in Roermond. Al liftend trok ik met Kuip Jansen richting Helden. Op de Zandberg werden we uitgezet. Vandaar liep ik richting Beringen naar de Kaumushoek.
En als je mijn opa nu vraagt, opa, haat u de Duitsers nog voor wat ze u hebben aangedaan? Dan zegt hij vol overgave, nee Yvonne, de Duitsers zijn net als wij Nederlanders gewone mensen. Het waren de nazi's die zich beestachtig als beulen gedroegen. Naast de slechte herinneringen die bij opa nog iedere dag naar boven komen, staan ook veel goede herinneringen als tegenhanger. Want veel Duitse inwoners van Woepertaal gaven opa te eten als hij weer in zijn bedeltocht ging. Ontelbare keren mocht hij in deze donkere maanden eten bij bakker Schutte. Dat was zijn redding. Met de dochters van de bakker is hij zijn hele leven familie gebleven. De donkere maanden waren verschrikkelijk, maar de zon is wel blijven schijnen. Dankjewel, Yvonne. Gesneuveld in 1940. Jan van der Beuken. Mathieu Hendricks. Sheng Hoebers. Piet Korsten. Louis Bos. Oud-notaris Joosten. Willem van Ophoven. Mathieu Dorsers. Ber Engels. Andreas Gommans, Gerard Gommans, Hendrikus Hendricks, Sef van Heugten, Mathieu Janssen, Schenk Knipperberg, Theo Kranen, Thomas Kuipers, Piet Lenders, Martinus Linders, Jan van Moorsel, Jacobus Nooyen. Op deze avond herdenken wij de gevallen slachtoffers die hier in de gemeente Pelemaas zijn gevallen. En daarbij mensen die wij zelf hebben achter moeten laten op onze eigen missies. Jan Willems en Bernard Zwiers, Arno Kuffers en Leon Arendt. Kijk, vroeger was het echt, daar ging het om één grote machtsstrijd. En wij gaan nou puur op vredesmissie, dat we de medemens kunnen helpen. Daar gaat het eigenlijk om. En dat is, ik zeg gewoon, het is een beetje respect hebben. De jeugd, die weet dan ook waar ze dadelijk in terechtkomen. En wat hun vaders, of opa's of oma's, mee hebben gemaakt. En dat eigenlijk nog wel steeds kan gebeuren, dus ook in de toekomst. Vaak vergeten mensen het verleden, bewust of onbewust. Soms omdat ze liever niet aan zoiets zwaars herinnerd willen worden. Want oude wonden kunnen nog zo lang pijn doen. Soms vergeten mensen heel bewust. Ze sluiten hun ogen, ze sluiten hun hart. Door te blijven gedenken, scherpen we als het ware ons geweten. Het geweten, die innerlijke stem die ons oproept om juist niet weg te kijken, niet toe te geven, niet de gemakkelijke weg te gaan, maar steeds opnieuw het onrecht te veroordelen, op te komen voor mensen in nood. Slechts zo kunnen we nu en in de toekomst een goede, rechtvaardige, menselijke samenleving vormen. We gedenken ook vandaag weer met stille bewogenheid, met dankbaarheid en respect. Thank you.
Vandaag vieren we die vrijheid, de negatieve vrijheid, vrij van dwang, en positieve vrijheid, vrij om wat van je leven te maken en je capaciteit te ontplooien. Dankjewel. Er waren een paar beken die voor eerst naar mij gingen. En die vroegen, ziet er nooit na het geworden. Nee, is nog nooit gebeurd. Maar we hebben onderweg alle extremen gehad. Echt regen, flinke tegenwind en toch een PT. Zo moet je beloven.